In de problemen. Cambuur valt aan en krijgt dus kansen. Zari stompt die bal weg. Het tempo ligt vrij hoog. Echt veel kansen zijn er niet, maar hier wel. Rozen op de paal. Dan de inzet tot twee keer toe gestuurd. Nog een mogelijkheid en weer Zari. De meeste kansen voor Cambuur. Eerst Rozen. Prima afgemeten voorzet. De kopbal op de paal. Vervolgens Broekhoff. Stuit twee keer op de doelman van Eindhoven. En dan nog Oebele Schokker. Ook hij krijgt de bal er niet in. Dat hadden moeten zijn. Eindhoven. Met Ospitalieri die de bal inlevert. Het schot van afstand. Gepakt. Vervoort. Hier is Alberg. De eerste aangewezen penaltynemer. En die wordt eruit gehouden door Brahim Zari. De doelman van Eindhoven. Fafiani. Daar is Stuip en de redding van Zari. Krijgen ze die bal niet weg bij Eindhoven. Kouwas, met een gelukje komt hij er langs. Wacht dan te lang, houdt wel balbezit. En dan is daar Fafiani en Zari en dan weer Fafiani. En dan Marengo en Fafiani. En Zari is dan op tijd. Tweede helft, hier is Hiarie. Hiarie, Rutger bekerbrede. En nu dus Brahim Zari die moet organiseren. Vreemde variant, kennelijk ingestudeerd, maar dit hoort er waarschijnlijk niet bij. Maar het zag er wel goed uit. Schot van Hiarie. Gekeerd dus door Zari. Eindhoven moet wel oppassen, want Emmen krijgt kansen aan het begin van de tweede helft. Hier opnieuw Ter Heide. Goed uitkomen van die Marokkaanse doelman van Eindhoven, Brahim Zari. Balverlies hier, stombalverlies van Verkoelen. Daar is het schot. En de redding van Zari. En dan in de herkans in Garcia Calvé. Jochem Jansen speelt op Vinken. Daar weer een kans. En de redding van Zari is prachtig. Het schot was van Garcia Calvé. Het was 1982. Ruim 30 jaar geleden. Dus hier weer Pasicek. En de redding van Zari. Kansdoelman van Eindhoven. Auzar op Vinken. Anko Jansen. Speelt Garcia Calvete in. Prachtige paas van Anko Jansen. Maar trapt dan nog in blessuretijd. Anko Jansen in de muur. Komt die 3-2 er nog voor de ploeg van Huistra. Nog steeds Jansen. Jansen en het schot. En daar is Zari. En nog steeds is die bal niet weg. El Hasnaoui. Met de voorzet. En Jochem Jansen. Ja, buiten de selectie is gezet. Omdat die fans op een sociaal mediabaan leren. Komen er meer en meer aanvalsgolven van Go Ahead. Hier Promes tot twee keer toe. Maar Zari, die keeper van Eindhoven. Opnieuw de Eagles. Promes. Ze willen hem zo graag nog een jaar huren bij Go Ahead. Met man en man. Twente. Houtkoop. Even losgelaten. Probeert het dan zelf maar. Zari nog net weer met de vingertop eraan. Aan de andere kant voor de Graafschap. Hier met Tim Vinken. Tim Vinken tussen vier man in. Hij is snel de oud Feyenoorder. En dan is daar Zari. Die nog met de benen redding weet te brengen. De Graafschap komt dan nog een keer. Er is ruimte voor het schot. Een goed schot, maar ook de redding is goed van Zari. Op de inzet van deze Anko Jansen. Zari opnieuw goed oplet. Laat zich niet verrassen in de korte hoek als Awassar schiet. Maar de tijd gaat dringen voor Eindhoven. En Eindhoven komt maar niet tot aanvallen toe. Sterker nog, hier komt de volgende kans voor de Graafschap. Maar die voorzet in de handen van